Geen overtreding. Gewoon inwerp voor Mechelen. Praatje even van de assistent scheidsrechter. Maar toch, een hoekschop die snel wordt genomen. En dan de tweede. Ze staan te slapen. En Rob Schoofs, die was de slimste van allemaal. En uiteindelijk is het Sandy Walsh die tegen zijn ex-club scoort. En dat doelpunt wel viert hoor, met de volle overtuiging. En waarom niet? De lijnrechter geeft aan hoekschop. En dan is het Emrap die weet wat Schoofs wil. En Walsh met een simpele binnentikker.